Dries. What the fake? Je bent dood. Nou. En het is weer tijd voor What the Fake. Dat is de rubriek waarin we op zoek gaan naar fake nieuws. Welk nieuws is volledig uit de duim gezogen? Welk nieuws is net een beetje verdraaid? En welk nieuws kun je bijna niet geloven? Maar blijkt toch waar te zijn. Dat doen we 1 keer per week. En dat onderzoek ik samen met Vincent Everts. Nou goed, hij onderzoekt het, want hij is van defactclub.nl. Dag Vincent, goedenavond. Goedenavond. Je hebt een sowieso op de site... krijg jij een mailtje binnen of krijg ik een mailtje binnen? Nu al? Ik krijg een WhatsApp binnen. Oké, don't worry. We hebben op defactclub.nl staat natuurlijk van alles. Ik pak er even eentje uit. Vorige week zaten we midden in verkiezingstijd. Er zijn opmerkelijke uitspraken gedaan overal. Waaronder de VVD die beweerde dat zelfrijdende auto's... dat de oplossing is voor het fileprobleem. En dat lijkt ergens wel logisch, toch wil je weten... klopt dit of niet? Is dat waar? Nou... Het is niet waar volgens onderzoek. En dan bedoelen ze eigenlijk dat het in deze regeerperiode... absoluut geen bijdrage gaat leveren. Dat we op veel langere termijn eventueel dat mogen doen. Dus dat is echt niet waar. Maar de PVD was wel heel erg snel om nieuwe technologie... zeg maar als oplossing in te zetten. En zelfs hadden allemaal... verschillende afdelingen die zeiden van... nou, we gaan gewoon het fileprobleem oplossen... door zelfrijdende auto's te hebben. Maar nee, dat is niet waar. Maar en als je dan wil weten waarom dat nou is... Ja, ja dat is omdat... als je op een gegeven moment nieuwe wegen aanlegt, nieuwe rijstroken, dan binnen de kortste keren is dat allemaal weer vol. Dat is echt, dat helpt, structureel helpt dat niet. Maar met zelfrijdende auto's zou het kunnen, omdat ze dichter bij elkaar kunnen rijden, en waardoor er meer auto's passen op de verschillende rijbanen. Maar dat is nog lang niet op een niveau dat ook maar iets praktisch gaat betekenen. Daar heb je al wel 12, 15, 20 jaar voor nodig. Dus die mensen die daarvoor gevraagd zijn, zeg maar, de Gerard Tronen, een verkeerspsycholoog, die zegt van absolute onzin. Dat is eigenlijk gewoon het gebruiken van een argument van wat in de toekomst ooit wel eens een keer goed gaat werken. Want dat gaat het ook. Maar op dit ogenblik is het nog helemaal niks. Is het gewoon verkiezingsuitspraken en makkelijke oplossingen, omdat je geen moeilijke keuzes wil maken. Duidelijk, dan een andere. Petfluencers, voor de duidelijkheid, dat zijn mensen die influencen op internet met huisdieren, die zeggen dat katten door het opgezette hoge kattenstemmetje kunnen herkennen wie er tegen ze praat en daardoor weten met wie ze te maken hebben. Dus met andere woorden, dat je zo tegen een... Bart, lach me niet uit. Dat je zo tegen een kat gaat praten, dat zou ook echt effect hebben. Klopt dit, Vincent? Ja, dat klopt, Mijn Wout. God, dus we moeten dit nog vaker doen ook. Ja, dat is inderdaad van... maar de vraag is wel... Het is een goed onderzoek. Die video is ook 750.000 keer bekeken. Maar er zit ook echt onderzoek onder. Van een aantal Franse onderzoekers. Die hebben in 2022 daar een wetenschappelijk artikel over geschreven. Het kwam in de New York Times, in de Morgen, in Vice. Dus dit is wel echt goed verspreid. En het bleek dus uit de test... dat de katten sterker op de stem van de eigenaar reageerden. Maar vooral als ze dan een hoog stemmetje opzetten. Dat babystemmetje. Dus dat je echt zo tegen een beetje Vincent gaat praten. Van alles, zo moet je dat doen. Dat zoveel beter, ja, want dat is echt gewoon hartstikke leuk. Doe dit niet, ik vind het eng. Het enige is dat de criticasters zeggen... ja, maar dat kan ook zijn omdat die katten dat geleerd hebben. Omdat die eigenaren dat nou eenmaal leuk vinden om daar zo op te praten. En, dus je weet niet waardoor het veroorzaakt is. Het is zo, maar misschien hebben ze het zo geleerd. Dus, okay. Maar het kan helemaal geen kwaad om dat zo te doen. Oké, duidelijk. Op defactclub.nl staan nog veel meer interessante feiten... waarvan jullie hebben onderzocht of het waar is of niet. En ik wil daar toch eventjes iets over zeggen, als dat mag, Vincent. Ik heb op 25 februari 2021, dat is dus ruim twee jaar geleden... hebben we een item bedacht, dat heette What the Fake. En toen kwam ik in contact met Dree Kamfraat, een heel goede vriend van jou, Vincent. En exact een week geleden is Dree overleden. Wij doen al een paar weken met jou deze rubriek. Daarvoor deden we dat altijd met Dree. Dree is overleden en ik wilde dat toch even benoemen. Want dat was een bijzonder mens. Jullie hebben deze week de uitvaart gehad. Hoe gaat het met jullie? Hoe was dat? Ja, Dree is inderdaad op 64-jarige leeftijd... na een breintumor is hij overleden. En veel te vroeg. En want hij was zo'n leuke vent. Zo inspirerend. Altijd bezig met nieuwe ideeën, nieuwe concepten. En dat enthousiast aan mensen over te dragen. Ook voortdurend verbindingen te hebben. Hij heeft bijvoorbeeld de John Lennon-suite in het Hilton Hotel gemaakt. Waar nu die al voor 5 jaar
uitverkocht is, waar ze ooit een week, zeg maar, Make Love No War hebben gedaan. Maar hij heeft een heleboel verschillende projecten gedaan. Hij heeft op een gegeven moment een gigantisch bollenveld gemaakt met 500.000 bollen in het Douwe Egberts logo. En als je dan opsteeg van Schiphol, dan zag je dat logo tevoorschijn komen. Hij heeft briljante dingen gedaan. En ja, en het is die inspirator die eigenlijk ook gewoon de hele factclub helemaal vorm heeft gegeven en daar heel veel plannen voor heeft gemaakt. Ja, die is dus hebben gisteren inderdaad begraven. En dat is gewoon heel erg jammer. Alleen, er waren 250 mensen en iedereen was zo positief over hem dat ik vond dat dat echt een geweldig afscheid was wat hij verdiende. Dus, hebben ook gewoon gezegd met elkaar, we gaan gewoon door met jouw legacy. We gaan door met What the Fake en The Fact Club. Moet je eerlijk zeggen dat Bart en ik, wij waren inmiddels bijna een maandje geleden bij een soort afscheid van Dre, waar hij zelf ook bij was. Toen hebben we heel veel mensen ontmoet. Het was een bijzondere man. We vonden het te gek om met hem te kunnen samenwerken en om The Fact Club te kunnen ontdekken. Hij was groot fan van de Beatles, hè? Dat klopt, hè? Ja, hij was een ontzettend groot fan, ja. En toen hij natuurlijk ook John Lennon, die Hilton suite waar Yoko Ono en John Lennon met elkaar een week hebben gezeten, wereldwijd bekend, die heeft hij toen ook met heel veel liefde opnieuw ontworpen. En ja, hij was een enorme fan daarvan. Dan is er maar één liedje, of althans één band die we nu voor hem kunnen draaien, voor Dre Kamfraat. En wij gaan zijn legacy in ere houden. Vincent Everts, dankjewel van de Fact Club.nl.